Hey, mijn naam is Tommy en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik denk dat jullie op dit moment verwachten dat ik een Kingdom video zou uploaden. Dit is helaas niet het geval. Ik zou naar Kingdom Arcania gaan, zoals ik ook ongeveer heb verteld in de laatste video. Maar na 2-3 dagen ben ik eruit gegaan. Er waren een aantal dingen voorgevallen. Nou, er waren wat jongere kinderen gejoind. Die kregen hun zin niet en toen gingen ze weer weg. De koning van Arcania, Drakanos of zo, had wat spullen gekregen van een ander kingdom. En de persoon waarvan hij die spullen kreeg, schoot ook dan weer een kingdomlid van ons dood. Ook een aantal mensen die kwamen en gingen ook meteen weer weg met als reden dit kingdom is saai. En uiteindelijk uit het niets werd ik van de Discord van Arcania gegooid. En had die Drakanos, die koning Arcania, mij geblokkeerd. Ook was hij in één keer geliefd van de Discord van de kingdom server. Dus nu heb ik besloten om een eigen kingdom te maken. En het kingdom bestaat al. En het heet Kingdom Eldia. Rara, je hebt 3 seconden. Waar komt Kingdom Eldia vandaan? Ik geef jullie 1 hint. Juist. Attack on Titan. Kingdom Eldia, dat is het koninkrijk wat tussen die 3 muren ligt. En zo heet ook dus mijn kingdom. De lore is ook een beetje gerelateerd op Attack on Titan. Ik ben gewoon een grote Attack on Titan fan en ik dacht gewoon, weet je, ik heb ook een Levi skin en mijn oog die is dan met verband, zoals je weet wel, het einde van Attack on Titan, Levi, iets met zijn oog en zo. Ik heb heel lang ervoor gekozen geen eigen kingdom meer te hebben en dat was omdat ik gewoon het gevoel had, ik krijg het dan te druk en ik kan het niet volhouden. Maar het hele ding is, ik hoef niet meteen allemaal mensen aan te nemen, dat hoeft niet. Ik kan ook gewoon 1 à 2 weken lekker survivalen in mijn eentje. En als ik dan klaar ben voor een kingdom lid, dan kan ik dat kingdom lid accepteren. Want ik denk gewoon dat ik eerst gewoon zelf moet gaan survivalen in video's, in livestreams, en dan gewoon een beetje een kingdom op moet gaan bouwen. En als ik ready ben om iemand aan te nemen, en als ik het gevoel heb van, oké, deze persoon wil echt graag bij Kingdom Eldia, dan haal ik die toe. Ik wil u best laten zien waar op de map Kingdom Eldia zit. Ik speel dus op de Minecraft Kingdom server Majestum. Laten we eventjes naar de Din map gaan. Dames en heren, dit is de Din map van Kingdom Majestum. Ik zat dus in dit kingdom, Kingdom Arcania, heel klein. Die persoon is in één keer weggegaan. Toen dacht ik ook gewoon van, ik moet hier weg. Ik moet gewoon mijn eigen ding gaan doen, want wat hier gebeurt vind ik niet leuk en is niet naar mijn zin. En wanneer is het wel naar mijn zin? In een eigen kingdom. Dus daar heb ik voor gekozen. En op dit moment, hier ligt Kingdom Eldia. Ik lig wel tussen best veel kingdoms. Deze is nog niet zo groot, deze is wel al groter, deze en deze ook. Ik ga kijken hoe het gaat zijn. Ik heb wel al wat moeilijkheden. Als ik naar een fort wil gaan, heb ik gewoon de kans dat meerdere kingdoms mij achter mij aan gaan zitten. En mensen die dit fort hebben unlocked, kunnen ook gewoon hier naartoe tp'en en dan gewoon mij afmaken met een boog. Dus het wordt even nadenken hoe en wat. Maar hier ligt Kingdom Eldia. Ik heb hiervoor gekozen omdat Kingdom Eldia ligt ook in de grassland. Dat kun je zien in de eerste afleveringen. Je ziet dan buiten de muren is gewoon grassland. Dus daarvoor heb ik gekozen voor grassland. Je hebt wel wat hoge bomen, maar niet zo heel veel. Mochten er mensen in de comments komen van, hey, mag ik je kingdom joinen? Nee, sorry, kan niet. Je kan wel in de tussentijd andere kingdoms joinen en later na mij misschien wel joinen. Dat kan wel. Maar op dit moment wil ik gewoon geen leden. Ik moet gewoon zelf gaan ervaren wat ik wil gaan doen. Hoe zie je Kingdom Eldia? Dat moet ik gewoon nog even beseffen en voor mezelf in mijn kop hier recht krijgen. Maar dat komt vanzelf. Geef me de tijd en geniet van de serie die eraan komt. Kingdom Eldia. Wat je wel kan doen is altijd op bezoek komen. We kunnen video's samen maken. Je kan in een livestream langskomen. En ik kan misschien bij jou bezoek komen. Ja, mocht je me doodmaken is het niet zo leuk. Maar weet je, mij boeit het niet zo heel veel. Dan is het de eerste en de laatste keer dat ik bij jou bezoek kom. Beloofd. Ik ben dus ook al begonnen met een Discord. Ja, hoe kan ik het goed laten zien? Ik doe hem al eventjes in het klein. Kijk, hier heb je dan. Ik heb echt een hele mooie foto van Kingdom Eldia. Maar dit is het begin van de Discord. Ja, ik heb gewoon mezelf een rank gegeven, koning van Eldia. De Discord is nog niet af, dus ik ga nog geen mensen toelaten. Ik moet alle permissies nog toevoegen en zo. Ik heb hier ook mijn eigen Discord waar helemaal niemand op zit, behalve ene Connor. Maar voor de rest niemand, maar ja, dat maakt ook verder niet uit. Damn, ik heb wel veel tekstchannels. What the F. Maar Kingdom Eldia, gewoon lekker met een AI een mooie foto gemaakt. Wat ik jullie wou laten zien is de lore die ik heb gemaakt met AI. Dus even kijken. Nou, de lore van het koninkrijk Eldia in Minecraft. In een wereld vol mysterie en avontuur ligt een verlaten slagveld. Het voormalige koninkrijk Eldia. Tijdens de grote oorlog tussen Eldia, de titanen en de rest van de wereld werd het koninkrijk volledig verwoest. Gebouwen, waterwegen en de beroemde muren zijn allemaal verdwenen. En de overgebleven Eldianen zijn spoorloos. Tommy, de laatste bekende Eldian, ontwaakte op dit slagveld. Hij raakte gewond aan zijn oog en draagt sindsdien een verband. Vastberaden om Eldia opnieuw op te bouwen. Begon Tommy aan zijn zoektocht naar een nieuw thuis.
Na een lange reis vond hij een idyllische vallei op de volgende coördinaten. Perfect voor het nieuwe Eldia. Met een droom en onverzettelijke wilskracht begint Tommy aan de heropbouw. De grond is nog ongerept, maar hij is vastberaden om muren op te richten en waterwegen aan te leggen. Hij kroont zichzelf tot koning van Eldia in game naam Tommy Geux 1, vastbesloten om zijn toekomstige inwoners veiligheid en welvaart te bieden. Onder zijn leiding zal het koninkrijk Eldia herrijzen. De muren zullen opnieuw staan, de waterwegen zullen stromen en Eldia zal sterker zijn dan ooit. Tommy belooft dat het koninkrijk nooit meer zal vallen en dat de nalatenschap van Eldia voor altijd in ere zal worden gehouden. Het nieuwe Eldia zal herrijzen en Tommy met zijn verband als symbool voor zijn doorzettingsvermogen zal zijn rechtmatige heerser zijn. En hier zie je dus ook, ja, ik moest een foto van de dimmap maken en aangeven waar ik de kingdom wou. Ja, hier. Ik moest ook aangeven de coördinaten en ik moest mijn in-game laten weten. Ja, ik heb geen spelers, dus that's it. Toch twee mensen die hebben gereageerd met een vlammetje en ikzelf natuurlijk. Om nogmaals aan te tonen wat een grote Attack on Titan fan ik ben, kijk eens achter mij. Er staan een stuk of 20 Funko Pops van Attack on Titan. Ja, ik ben toch wel een beetje weep, denk ik. Ook had ik comments gehad van New Hope Kingdom server. Ik was daar hiervoor geweest, hè. Ik was op de Discord geweest, maar die mensen zeiden allemaal, hier is geen plek voor jou, of wij willen jou niet hier. Dus toen ben ik weggegaan. Er was nog een andere Kingdom server waar ik in de video voor heb gekeken, maar die was niet open, maar er zeiden ook mensen, oh, join ons, volgens mij Dynasty. Maar die Kingdom server is volgens mij helemaal niet open. Nou ja, inmiddels heb ik mijn keuze gemaakt, dan ga ik gewoon voor Majestic Kingdom, een hele alternatieve Kingdom server. Maar ja, we gaan gewoon een begin maken, we gaan gewoon kijken hoe het zal zijn. En tot nu toe lijkt het me super tof. Dus let's go, ik ben ready voor de Kingdom Eldia. Jullie ook?